op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw, aan tot geef bandoevoer. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij op wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo? Van ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo. Hoe gaat het, ouwe vrouw? Dan zegt alleen, ik verlang zo erg naar jou. Lieve jongen, zegt de teder, ik heb maandenlang gespaard. Het was om jou te kunnen spreken, mijn allerlaatste gulden waard. En ontroerd zegt hij dan, moeder, nog 4 jaar, dan is het om. Als je lief was, zal ik je pakken, als ik weer in Holland kom. Hallo? Van? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, lieve jongen, zegt het met een snik. Hallo, hallo? Hoe gaat het, ouwe vrouw? En dan zegt alleen, ik verlang zo erg naar jou. Wacht eens, moeder, zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, oh, hoe lief staat hij. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes luistert zo heer. Dank dat ik dat heb mogen horen, en dan valt ze wenend neer. Hallo? Van? Ja, moeder, hier ben ik. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo? Klinkt over het verre zee. Zij is niet meer aan het kindje roepen daarbij.